zijn in het Conservatorium van Amsterdam bij de eerste editie van Pianofest. We hebben een ontzettend divers programma. We hebben 140 pianisten die 5 minuten optreden. Maar daarnaast hebben we ook een randprogramma wat door professionals wordt gedaan. We willen heel graag de amateurpianist de mogelijkheid bieden om voor 5 minuten in de huid te kruipen van een echte concertpianist. Of je nou 3 noten kan spelen of je speelt alle Chopin dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Iedereen is hier vandaag gelijk. En het verschil in leeftijd, het verschil in niveau, ja, dat is echt fantastisch. Al deze mensen zijn ongelooflijk verschillend, maar hebben 1 ding gemeen en dat is echt de liefde voor muziek. Dit is gewoon feest. Echt een pianofest. Ik heb zojuist 2 stukken uit mijn eigen boek gespeeld. Fury en Bleed for the Fam heet het. We zijn nu bij de workshop Bouw je eigen muziekinstrument. En we bouwen hier muziekinstrumenten van restmaterialen. De een die maakt een muziekinstrument wat al bestaat. De ander die ontwerpt iets heel nieuws. Je merkt echt dat ze er voor jou zitten, omdat ze het je gunnen dat je prettig speelt. We willen met het festival laten zien hoe toegankelijk eigenlijk muziekbeoefening is. Ja, ik vond het heel leuk. Ja, de sfeer is heel ontspannen en je kan gewoon echt lekker spelen. De eerste prijs gaat naar Hermingard Valzang. Als je van muziek houdt, als je van pianospelen houdt, dan moet je hier zijn. Of ik een volgende ben? Tuurlijk. Absoluut.